Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Day in My Life. Ik denk dat dit de eerste officiële echte Day in My Life is, want ik ga dat nu regelmatig terug laten komen op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Weekvlog ga ik niet meer doen, want het geeft mij iets te veel druk dat ik de camera moet pakken. Nou ja, ik wil het ook pakken, maar ik blijf dan de hele tijd daaraan denken, zeg maar. En ja, het werkt gewoon niet zo goed voor mij, dus een Day in My Life lijkt me echt perfect, want ik vind het wel gewoon leuk om jullie te laten zien wat ik in een dag doe. Om bij te praten, gewoon dat persoonlijke vind ik gewoon heel erg leuk en ook heel belangrijk. Dus een Day in My Life en dat ga ik vanaf nu echt alleen maar bijna doen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk gaan vinden. Vandaag is het, welke dag is het eigenlijk? Ik ben altijd even helemaal dinsdag 12 januari. En volgens mij krijgen we vanavond nieuwe maatregelen te horen helaas. Maar goed, het is al een beetje bekend. De lockdown wordt 3 weken langer verlengd. En dat is natuurlijk echt shit. Heel eerlijk. Maar ja, ik weet niet. Als je daar de hele tijd over na blijft denken, word je alleen maar negatiever. Dus ik laat het gewoon voor wat het is. Tuurlijk wil ik naar de kapper. Ik bedoel, mijn uitgroei. Dit is mijn echte haarkleur. Is zo donker. En het is zo lang. En ik vind het helemaal niet meer chill. Ik wil weer echt zo kort. Ja, simpelweg gaat dat niet. En vind ik dat ook niet belangrijk voor nu. Dus, vandaag een nieuwe dag. Wat staat er op de planning? Eigenlijk niet heel veel. Ik heb vandaag best wel een chill dagje en daar heb ik echt helemaal zin in. Ik begin binnenkort weer met school. 8 februari begint het. En een paar weken daarvoor hebben we een beetje de start, zeg maar. Of een week ervoor of zo. Dus spannend. Voor de mensen die zich afvragen, ik heb gewoon een opleiding gevolgd. Creative Business HBO. En in het tweede half jaar ongeveer, dus bijna in het derde jaar, ben ik gestopt omdat het met mij niet zo goed ging. En daar heb ik nu een beetje aan gewerkt, inzichten gekregen en nu ga ik er weer tegenaan. Dus ik ga gewoon weer verder met waar ik gebleven ben. Dat wil zeggen dat ik in het tweede halve jaartje ongeveer weer inspring. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus dat, zo, wat een update. Vanochtend ben ik al heel erg chill mijn ochtend begonnen. Eigenlijk begin ik elke ochtend als het kan, mijn ochtend zo. En ik zal jullie daar even een beetje over bijpraten. Het ziet er niet uit. Ik wou trouwens ook even geen make-up op. Ik heb alleen even wenkbrauwen gedaan, want ik ben gestopt met de pil. En ik krijg een beetje pukkels. En ja, ik vind het wel goed zo. Ik heb toch niet zoveel boeiends te doen vandaag. Maar elke ochtend heb ik een bepaalde routine. En die zorgt ervoor dat ik positief de dag begin. En ik ervaar daar heel erg veel voordelen uit. Ook voor je mentale gezondheid is dat gewoon echt super belangrijk. Nou wilde ik daar vorig jaar echt al een jaar lang mee bezig. En elke keer was ik ermee bezig. En dan na een paar dagen stopte ik alweer. Had ik gewoon, ja, simpelweg dan lukt het gewoon niet. En dat is dus ook een feitje. Hè? Dat je 66 dagen nodig hebt voor je iets een gewoonte maakt. Dus als jij begint met lezen. En, oh kut, mijn camera gaat uitvallen. Als jij begint met lezen en je wil dat volhouden, dan stop je vaak al na een paar dagen. Net zoals nieuwe doelen, weet je wel. Iedereen heeft al nieuwe doelen, wil gezond eten. En dan stoppen ze al na een paar dagen, want het lukt niet. Klopt, want je moet het volhouden, want na 66 dagen is het pas een gewoonte. Dus ik heb iets bedacht en daar ga ik zo in. Wat mij een beetje helpt, gemotiveerd laat worden en waardoor ik het 66 dagen ga volhouden. Ik ga er zo verder op in. Ik ga een batterij opladen en dan zie ik jullie zo. We zijn er weer echt heel veel uur verder en ik heb heel wat editwerk gedaan. Echt mega leuk. Ik heb het beginstukje van deze vlog geëdit en 2 nieuwe intro's voor nieuwe video's, series eigenlijk. Dus goed bezig geweest. Het is alweer 12 uur geweest, 11:45, dus ik ga zo eten. En de batterij is opgeladen, dus dat is top. Ik ga nog even verder met mijn verhaal, want ik heb hier dus een kalender. Die heb ik zelf ontworpen. Ik ga hem even snel laten zien, want ik denk dat jullie hier heel veel aan hebben. Ik vind dit namelijk echt een goede tip. Ik heb een jaar lang geprobeerd boeken te lezen, dankbaarheid op te schrijven, überhaupt te schrijven, dingen voor mezelf te doen. Echt wat betreft self-care en zo. Om je beter te voelen, zeg maar, positiever te zijn. Je mindset te veranderen. Maar dat is dus heel lastig. Zoals ik al vertelde, duurt het 66 dagen voor je iets een gewoonte hebt gemaakt. Dus dat moet je gewoon eigenlijk volhouden tot die 66 dagen. En daarom verzwijken heel veel mensen met hun goede voornemens, hun goede doelen. In januari gaat het goed, maar daarna stoppen ze. En dat is heel normaal, omdat je brein dat gewoon niet gewend heeft. Is een heel ingewikkeld verhaal, ga ik nu niet te veel op in. Maar daarom heb ik een soort van, hoe noem je dat? Reminder en een beetje nog een stok onder de deur. Een
Oh, ik en mijn Nederlandse spreekwoorden echt totaal niet gewoon. Maar goed, dit helpt mij gewoon een beetje om het vast te blijven houden. Ik heb namelijk een kalender ontworpen, geen spon of iets. Gewoon zelf ontworpen, zelf betaald. En dit is mijn mantra van dit jaar. Nou, heel spiritueel, maar where focus goes... mailtje. Where focus goes, energy flows. En daar ben ik echt achter gekomen het afgelopen jaar. Gaan we allemaal nog verder op in met andere projectjes en dingetjes. En dan heb ik voor elke maand een soort van doel die ik wil halen. En januari is dan ook, en ik heb ook allemaal plaatjes gebruikt waar ik heel blij van word. In januari word ik gewoon blij van sneeuw en diertjes. Maar in januari staat het echt bekend om bij mij dat ik daar wil op focussen. Namelijk op dankbaarheidsdagboek en 10 minuten lezen. Heel januari moet ik dus in mijn dankbaarheidsdagboekje schrijven en 10 minuten lezen. Bedenken wat je zelf wil, maar dit is wat ik in januari ga doen. En ik heb gekozen voor mat papier, zodat ik gewoon kan tekenen erop. In plaats van glans, want dan gaat het vlekken en zo. Dus dit is mat papier. Dat heb ik bijvoorbeeld in januari. In februari heb ik nog steeds. Dat is trouwens wel een ding. Of niet een ding, maar... Het is niet dat wat in januari staat, dat het alleen voor januari geldt. Maar dat neem ik mee voor de volgende maand. Dus zo bouw je steeds een beetje op. Dus januari begin ik hiermee. In februari doe ik nog steeds wat ik in januari moest doen. Dus die dankbaarheidsdagboek en 10 minuutjes lezen. Maar daar komt wat bij, daarom dat plusje. Elke dag minimaal 5 minuten mediteren. 5 minuten klinkt heel weinig, maar... Als je het elke dag al doet, 5 minuten, heeft dat heel veel goede effecten. Nou, dat is bijvoorbeeld februari. Dan heb ik maart plus. Dus weer dat je dat meeneemt. Dus er komt nog iets bij op. Namelijk minimaal 2 keer in de week buiten wandelen. Dan komen we bij april. Dan heb je plus een uur voor het slapen niet op de telefoon of schermpjes kijken. Dus een boek lezen of iets en niet meer op je telefoon gaan. Dat komt er dan ook weer bij op. Dan de laatste mei heb ik bedacht om elke ochtend... op te gaan staan om 8 uur en te gaan slapen om 10:30 om een ritme en structuur te krijgen. En dan vanaf juni is het een kwestie van volhouden tot en met december. Dus dat is mijn kalender. En ja, zo kan ik elke dag afvinken of ik het heb gedaan of niet. En ja, dit geeft toch meer een structuur en een soort van trap onder de kont om het wel te doen... dan dat je het in je hoofd weet van, oh, ik moet lezen vandaag, weet je wel. En dat je het hele tijd in je hoofd houdt. Maar nu staat het gewoon op papier, kan ik het lekker afvinken als het klaar is en that's it. Dus ja, als ik die dingen volhou, gaat dat echt helpen in mijn positieve mindset en alles. Dus nou, beetje spiritueel misschien voor sommige mensen die totaal geen last hebben van negativiteit. Die totaal chill in hun leven zitten. Top, maar er zijn ook genoeg mensen die er wel last van hebben en daar iets aan willen doen. Dus tipje van mij voor jou. Doe ermee wat je wil. Dit is wat ik doe en ik vind het fijn. Dus daar gaat het om. Zo, dat is dat. Vandaag is het eigenlijk een beetje een bijpraat day in the life. Day in my life, zodat jullie een beetje weten gewoon hoe het bij me gaat, wat ik doe, bla bla bla. Zodat de volgende day in my life meer meegenomen kan worden. Maar ik moet gewoon zoveel bijpraten en dat wil ik ook, zodat jullie precies weten... Hoe en wat en hoe ik nu in het leven sta. Speaking of. Vanavond heb ik een closet sale. Die gaat live. Oh my god. Kijk hoeveel. Hier nog wat jassen. En hieronder. In categorieën. Allemaal kleding. Echt heel erg veel. Dus die komt vanavond om 8 uur online. En de video dat ik die kleding ging uitzoeken en zo. Die komt om 3 uur online. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zie er een beetje uit als een zwervertje. Maar prima. Ik kan niet wachten, want ik ga trouwens ook gauw dus weer beginnen met school. Dus dan kan ik eindelijk mijn Masha planner weer gebruiken. Ik heb echt elke Masha planner zowat al gehad. En die bevalt mij gewoon heel erg goed. Maar wat ik dus heel erg ga doen en ben gaan doen in dit jaar eigenlijk. Nou ja, nog niet eens een paar maanden pas. Is dat ik heel erg... Vroeger, als ik moest leren of zo, dan leerde ik 10 uur op een dag. Geen grapje. Echt niet normaal. Non-stop. 1 keer eten, that's it. Gewoon door tot ik het helemaal kende. Belachelijk. Nu wil ik dus echt de tijd die ik investeer in werkdingen. Dus zoals net heb ik een uur geëdit, maar moet ik nu ook een uur niks doen. Alles een beetje op weegschaal zetten, zodat je een beetje gebalanceerd je leven doorgaat. Dus ik ga nu lekker even pauze houden en lekker eten. Ik weet alleen niet wat. Ik heb wel heel erg veel zin in omeletje of zo. Met groenten erdoorheen. Ja, ik ga een eitje maken met spinazie erdoorheen. En dan op een broodje voor de vezels. Thank you.
een pakketje binnen en die ga ik nog even openmaken. Namelijk van Captain & Sam. Oh, ik ben hier zo benieuwd naar. Ik heb namelijk wat items mogen uitzoeken bij Captain & Sam. Ik weet niet of jullie het kennen. Ik ben zelf al wel bekend met het merkje. Ik zal hem even laten zien. Dit is het merkje. En ik mocht wat items uitzoeken. Ze hebben namelijk van 8 tot 18 januari een wintersale. Dus als jullie dit zien, is die wintersale nog geldig. Op geselecteerde producten. En dan heb je gewoon 50% korting. Dat is echt heel erg veel. Ik heb namelijk een rugtas en een bril. En dit is niet zomaar een bril. Ik zal het zo even laten zien en uitleggen. Maar ook deze twee producten vallen onder de wintersale. Dus die kun je met 50% korting scoren. Dus ik zal anders even de linkjes in de beschrijving zetten van Captain & Sam. Met deze items erbij. Mocht jij interesse hebben, dan kun je aan het eind van de video even in de beschrijving kijken. Daar zou ik het dan even linken. Dit is het doosje. Hoe mooi komt dit binnen. Het is namelijk zo'n bril. Voor als je heel veel naar computerschermen kijkt. En dat kijk ik. Dit is hem. Heel mooi vind ik hem. Echt zo'n mooi rond goud montuurtje is dit. En als je de hele dag op je laptop zit. En misschien heb je dat zelf ook wel met school. Dat je op een gegeven moment echt een beetje. Ja, het is ook heel slecht voor je ogen. Dus daar is deze bril speciaal voor gemaakt. Omdat die bepaalde glazen hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nu zelf altijd een hele grote bril op. Dus ik ben benieuwd hoe deze gaat staan. Oh my god, ik voel me net een beetje Harry Potter. Dit is wel echt ideaal voor als je dus de hele tijd naar een schermpje kijkt. Dan is dit gewoon echt veel beter voor je ogen. Ik doe even gauw mijn andere bril weer op, want deze heeft sterkte. En dan heb ik dus nog een rugtas. En dit vind ik echt zo helemaal handig. Vooral als ik straks weer naar school ga, als dat weer kan. Maar oh my god, deze is zo vet en zo mooi. Ik heb gekozen voor deze zandkleur. Echt een hele grote rugtas. Pas makkelijk je laptop in. Allemaal vakjes en handige dingen heeft hij. Ik zou hem even openmaken. Je hebt hierboven een vakje met een rits. Kijk, die maak je dan zo open. Die rits doe je open. En dan is dit helemaal een rugtas. Niet normaal. Het is van dat leerachtig. Dat beige heel mooi. En dan stof. Beige. En ik vind die detail hier ook heel mooi, die sluiting. Heel erg bedankt Captain & Sam voor het opsturen hiervan. Ik zou dus even in de beschrijving deze items linken. En vergeet dus niet dat tot en met 18 januari, dus dat is nog maar heel kort, de wintersale is. Dus 50% ook op deze items, maar ook nog op andere geselecteerde items. En zo ziet dat eruit. Je kan het natuurlijk wat losser doen. Dat zou ik dan denk ik doen, maar voor het idee. En ik heb de rits ook open, dus die zou je dan even dicht moeten doen. Maar echt een hele mooie tas. Ik heb lekker met de konijnen geknuffeld. Het is vet koud buiten. En ik heb nu net mijn klas doorgestuurd gekregen waar ik in zit. Ik kan dus niks zien. Ik zie alleen maar leerlingnummers. Dus geen idee. Waarschijnlijk helemaal onbekend. Dus dat is op zich wel jammer. Maar ja, ook omdat het natuurlijk nu online is, kun je niet echt ja, iemand leren kennen, toch? Lijkt me heel raar. Ik heb ook geen idee. Ik heb nog helemaal geen online school gehad of zo. Dus voor mij is het allemaal nieuw. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Mocht je heel toevallig... Nou, trouwens, nee, dat kan wel. Ik kan dit oproepje wel doen. Mocht je heel toevallig HBO Creative Business doen in Saxion in Enschede en in het tweede jaar zitten en als specialisatie marketingconcepten gekozen hebben en in klas E zitten, dan hit me up. Ik ga nu even nog wandelen, heb ik wel zin in. Het is namelijk wel, de zon schijnt, het is wel koud, maar ik heb op zich wel zin om lekker even te wandelen. En ja, meer heb ik toch niet zoveel te doen, dus eigenlijk echt vreselijk saai. En vanavond die persconferentie waar ik ook echt geen zin in heb. Dus ja, even er tussenuit. They float along. Where, oh, where do they belong? Hearts like leaves, they float around. Will they ever find the ground? Het is echt koud.
heb lekker gegeten, dus dat is fijn. En wat zie ik er rood uit? Wat is dit nou weer? Ik ga zo over mijn bed, hoe noem je dat? Verschonen. Of in ieder geval, het is, komt uit de was, dus dat ga ik zo even op mijn bed leggen. Ik heb vandaag zoveel mobiel gezeten en vooral veel dingen geregeld. Ook voor de closet seal, de laatste puntje op de i, want dat komt dus vanavond online. En ja, heet het om mobiel factuurtjes en dingetjes doen. Dat merk ik meteen. Dus ik ga zo even lekker in bad. Echt zin in. Ga ik lekker een filmpje kijken en nog even lezen in dat boek. Ik lees dus nu eerst deze patronen doorbreken. Heel erg benieuwd. Ik heb echt heel veel boeken die ik nog moet lezen. En wat boeken die ik al heb gelezen. Dus helemaal leuk. Dus daar ga ik straks eigenlijk een soort van mee verder of mee beginnen. Ik ben echt nog maar net begonnen. Kijk, dit bedoel ik. Dit kan echt niet. Ik kijk je eigenlijk nooit naar, want ik vind dat echt heel erg. Maar ik zit van, kijk, 4 uur op YouTube. Ik kijk alleen maar filmpjes, zeg maar, ook op YouTube. Dus dan heb je al heel snel dat je aan de, ja, uren komt, zeg maar. Maar 4 uur op Instagram, dat is ook toch niet normaal. Ik geen spon of zo, was het maar zo'n feest. Maar ik ga deze app downloaden. Die heb ik bij Eva gezien op haar YouTube kanaal. En ik hoop dat dit gaat werken bij mijn, minder op mijn mobiel als ik bezig ben. Verder van de closet sale. Ik heb trouwens mijn haar ook gewassen. Maar er zijn nog maar een paar items over. Echt. Oh, ik heb nog nooit zoveel DM's gehad. Echt 200 of zo. Echt. Oh, het lijkt ook heel wit in dit licht. Vreselijk zeg. Maar goed, echt heel veel. Dus ik heb het allemaal even bijgehouden en zo. En echt heel erg leuk. Dus dankjewel daarvoor als je iets hebt gehaald of mee hebt gedaan met de closet sale. Helaas kon ik niet iedereen blij maken. Maar wellicht tot de volgende closet sale. Dus daar ga ik morgen en donderdag een beetje mee aan de slag. Donderdag ga ik het opsturen. Dus ja, ik ga nu lekker naar bed toe. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze Day in the Life. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog als jij hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie tot een nieuwe vlog. Of een nieuwe video. Doei doei.